Ja, Dirar, dat is een man waar veel over gepraat wordt. Die wordt ook wel eens gestraft, disciplinair geschorst en dergelijke dingen. Maar hij is wel een man die het verschil kan maken. Hè. Dat is ongelooflijk belangrijk toch voor een club als Club Brugge. Ja, inderdaad. Maar die heeft ook al zijn depje gehad. Dus die is heel goed begonnen. Heel sterke maand augustus, begin september. Dan is het wat minder geweest. Dus na de Interlands heeft hij zijn minder periode gehad. En hopelijk gaat hij nu een sterke decembermaand tegemoet. Maar is hij een moeilijke jongen? Nee, niet echt. Alleen, soms neemt hij het met de discipline niet te nauw. En dan denk ik dat het de taak is van een trainer om daar een voorbeeld te stellen naar de groep toe. Ja, Koema die heeft ook al eens een strafje moeten ondergaan. Bespreekt de coach, Adrie Koster, met u, de manager zal ik maar zeggen, die straffen? Ja, hij bespreekt die met mij en ook met andere leden van de technische staf. Maar ik denk dat inderdaad ook een eigenschap kan zijn, koppig, die goed is. Dus ik denk dat tot nu toe dat zijn vruchten afgeworpen heeft. Koppig bedoel je van de coach? Ja, dus dan is hij moeilijk daar van zijn stuk te brengen. Dus dan vertaal ik dat jij misschien hem wel van zijn stuk wou brengen? Ja, dus ik denk dat het wel inderdaad geprobeerd is om die sanctie ietsjes korter te maken. Dus om hem toch tegen GBA te beschikking te hebben. Maar ik denk dat achteraf bekeken dat hij is de baas in de groep. En ik denk hij geeft niet toe dan? Nee, maar dat hoeft ook niet. Dus daarom is hij ook verantwoordelijk. Dus hij is de eindverantwoordelijk. En als er geen resultaten zijn, wordt hij ook afgerekend. En tot nu toe blijkt dus dat dit de juiste manier is. Hij heeft ook beslist, niet alleen Dirar, maar vorige week zijn er drie jongens die met kleine letsels zaten. Heeft hij in overleg met de medische staf beslist om daar geen risico's mee te nemen. Dus er zijn nog 8 wedstrijden in de maand december. Dat vond hij belangrijker dan vorige week daar risico's mee te nemen. Ja. Maar je zegt achteraf bekeken, dat vind ik wel interessant. Want achteraf bekeken is natuurlijk ook na Germinal Beerschot. Ja, Germinal Beerschot komt winnen bij jullie. Jullie hadden een goede Dirar kunnen gebruiken. Ja, maar ik denk dat je een goede Dirar altijd kunt gebruiken. Ja. Alleen, dus het kunnen maar afspelers op het veld staan. Dus vorige week was er geen plaats voor Dirar. Mm-hmm. Maar Stefan, jij bent coach geweest bij Charleroi. Het bestuur dat je niet helemaal steunt bij disciplinaire straffen, is dat een probleem voor een coach? Het moet plezant zijn om zo te kunnen werken als bij Club Brugge. Dus? Dus nee, we gingen over Charleroi zwijgen, dus het is goed. Nee, maar jij bent niet gesteund door het bestuur toen jij Gedjura... Ja, maar Gedjura alleen, dat was het probleem. Dus ik wou ook niet alles op die jongens aan rug steken. Mm-hmm. Is Gedjura een moeilijke jongen? Ja, maar dus met iets meer steun hadden we die misschien kunnen temmen. Dat man, dat is ook niet de makkelijkste, die wil weg blijkbaar bij jullie. Die wil uitgeleend worden omdat hij het WK wil spelen met Algerije. Die hebben zich geplaatst. Er is een transferperiode op komst in de maand januari. Dus maar heeft dat met u al besproken? Ja, maar gewoon, ik denk dat het is logisch dat een speler die niet veel aan zijn spelen toekomt, dus dat hij wil spelen en dan denkt hij dat het beter is dat het gras groener is op een ander. Maar zijn laatste wedstrijden, doet hij het eigenlijk in de rol van ja, die hem is toebedeeld, doet hij het eigenlijk vrij goed? Ja, dus in die optiek denk ik ook dat die beslissing bij ons in de maand januari dan wel zal genomen worden als er een opportuniteit is. Kunt u hem missen? Iedereen is... Je kan iedereen missen. Nee, maar natuurlijk. De kracht van Brugge is ook de ruimte. Maar juist daarom. Dus ik denk dat dit op het moment de sterkte is hij van Brugge. Hij komt wel iets oplossen, hè? Wij hebben... Perisic en Vargas die wedstrijden beslist hebben. Nu Dirar en Daman, Kouemaha en Akpala. Dus Sonk heeft al wedstrijden beslist. Ik denk dat dat inderdaad de sterkte is van Club Brugge. Dat we niet meer afhankelijk zijn van 1 of 2 spelers. Mm-hmm. Pierre, bij Genk zijn er nooit disciplineproblemen, heb je laten verstaan. Nee, maar dat heeft dan weer te maken met de braafheid van de groep. Op dat gebied hebben we een zeer brave groep. Ik denk niet dat er al 1 boete is uitgedeeld. Dus wat dat betreft... Voorbeeldig. Maar dat is niet genoeg. Hè. Moeten we nu bijna zeggen dat je het bijna graag zou hebben dat er iets gebeurt? Of... Dirar, dat man terug binnenhalen? Want ja. Komt van... nee, maar kan dat een groep ook niet wakker schudden op een bepaalde manier? Want ik stel me voor, als Koster zegt Dirar speelt niet, dat geeft wel iets. Bijvoorbeeld tegen Zulte Waregem pakte dat zeer goed. Inderdaad. Ja, maar ik denk als Akpala vorige week scoort en het wordt 2-1, dan gaat iedereen op de banken staan. Dus... Ik denk niet dat de wedstrijd vorige week tegen GBA gewonnen of verloren is door de afwezigheid van Dirar. Was jij een moeilijke jongen in de kleedkamer als speler dan, Stefan? Nee, want ik was nog jong toen ik bij Anderlecht was en toen moesten we nog luisteren naar de ouderen. En nadien is dat niet veranderd bij jou? Een beetje wel, ja, maar toen was ik bij de ouderen. Dan moest je al iets meer zeggen natuurlijk. Jullie hebben al wel 20 goals tegen, dat is zeer veel voor een titelkandidaat. En Alcaraz, ja, die gaat wel eens in de fout. Waarom heeft u hem niet laten gaan voor een stevig bedrag van 2,2 miljoen euro? Ik heb geen enkele bot gekregen voor Alcaraz. Dus dat klopt niet, die 2,2 miljoen? Nee, dus trouwens, en als Alcaraz, dus dat is een Engelse club die zogezegd interesse zou tonen nu met de winterstop.
Alleen denk ik dat Alcaraz onvoldoende wedstrijden gespeeld heeft met de nationale ploeg om naar Engeland te kunnen. Ja. Met werkvergunningen en... Met Paraguay. Ja, dus, maar neemt niet weg. Dus als dat bot er komt, dan zal het zeker in overweging genomen worden. Mm-hmm. Want eigenlijk ontgoochelt hij u niet? Nee, totaal niet. Ik denk dat Antol in zijn laatste twee wedstrijden waren zwak. Maar ik kan u wel zeggen dat de interesse vanuit Engeland er komt nadat hij een heel sterke wedstrijd gespeeld heeft... Tegen Nederland, met Paraguay. Paraguay. Maar met Paraguay schijnt hij geconcentreerder te spelen dan met Club Brugge. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij bij ons... dit is een mindere novembermaand geweest voor hem. En misschien dat ook die perikelen van volgend jaar, dat misschien... Die beelden zagen we. Moes Kroen was wel niet in november, denk ik. Daar was hij ook minder. Nee, maar dat was heel Club Brugge minder. Ja, maar dan kan je ook beelden tonen van thuis tegen Partizan of van in... Of van tegen Shakhtar. Maar heb je ook niet de indruk dat hij eigenlijk niet graag in Brugge is? Ik herinner me de wedstrijd tegen Lokeren, die jullie in de 93ste minuut winnen. En iedereen loopt naar supporters, één man loopt naar binnen. Koster probeert hem tegen te houden. Was niet in beeld, maar ik heb het gezien. Dat was ook Alcaraz. En ja, het zit precies iets in die jongen die... Ja, maar het is een Zuiderse jongen, dus het is een totaal ander karakter. Maar ik denk wel dat Alcaraz voor Club Brugge... Hij heeft wel alles, hè. De fysiek, heeft alles, de techniek, dus... Is hij de beste voetballer eigenlijk achterin? Ja, dat denk ik wel. Ja. Alleen misschien dat hij zijn beste rendement haalt als hij naast een geconcentreerd iemand als Hoefke speelt. Mm. Dat is duidelijk al gebleken, denk ik, dat misschien de beste combinatie, of het dan Hoefkes Donk of Hoefkes Alcaraz is. Hoefkes is nodig, maar zowel voor Donk als voor Alcaraz. Donk en Alcaraz, die hebben alle twee het voetballende en bij momenten nonchalant. De flair, maar ook de nonchalance. En dan is misschien twee van het goede te veel. Zeker ook in het systeem dat je speelt, want als je veel doelpunten tegenkrijgt, is het natuurlijk ook omdat... veel spelers voor de bal gaan staan. Dus ik denk dat wij zaterdag geëindigd zijn met 5 aanvallend ingestelde spelers. Dus dat man op rechts. Mm. Op links Diraf, centrale Kouemaha en achter de spitsen Perisic en Vargas. Mm. Ja, offensieve denk ik kan je niet spelen. Tekent u voor een tweede plaats in die tweede play-off staan? Ik denk dat dat...